Het is een beetje vreemd. Het voelt een beetje vreemd eigenlijk. Dat je dadelijk niet meer op nachtdienst hoeft. Dat gevoel, ja, het is er wel, maar het voelt nog niet echt zo. Nee. Van begin af aan was mijn ding eigenlijk. Dat is het nu eigenlijk nog, tot de laatste dag, denk ik. Ja, ik ben eigenlijk vanaf school bij de krant begonnen. En dat was in Heerlen, bij toen Dagblad de Limburger. Daar heb ik van 1978 tot 2001 of zoiets, hebben wij dus in Maastricht gewerkt. En ja goed, in 2001 zijn we overgenomen door de Telegraaf. En toen zijn we dus verhuisd naar Heerlen. Ja, en daar zitten we dus tot nu. Strak, hè? Ja. De laatste nacht, de laatste kranten, die rollen dadelijk van de persen. Dit heeft tot gevolg en betekent voor Nieuwsuur Limburg een zeker einde en daarmee de sluiting per 1 april 2015, dus woensdag aanstaande. En dat is geen 1 april grap, helaas. We gaan nu starten nu op voor de definitieve laatste krant. Dus, daar komen ze eruit, hè. En, als we dadelijk morgen vroeg die deur achter ons dicht doen, dan heb je toch wel een beetje een raar gevoel. Dat je zoiets hebt van, na al die jaren, ja, is het einde. Ja, helaas. Dit is hem dan, de laatste krant die van de pers rolt in Zuid-Limburg.